Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Vandaag ga ik een video delen met jullie die ik al heel erg lang wilde opnemen. Maar ik vond nooit het juiste moment om het op te nemen of om überhaupt erover te hebben. Maar voor de mensen die mijn weekvlogs volgen, die zien langzaamaan dat het wat beter met me gaat. Dat ik wat meer dingen doe. En daarom lijkt dit mij ook het moment om het te delen met jullie. Zodat ik het niet in de meest negatieve fase kan vertellen, maar juist in een positieve fase. Ik wil deze video heel graag opnemen omdat ik het gewoon gezegd wil hebben. Het is namelijk zo bij mij dat ik al jaren met geheimen rondloop die ik nooit iemand verteld heb. Puur omdat ik het mezelf niet waard vond. Maar een heel groot deel was ook schaamte, want zoals je aan de titel hebt kunnen lezen weet je al een beetje waarover deze video gaat. En nu ben ik erachter gekomen dat schaamte het minste is wat ik had moeten voelen. En ik hoop dat ik met deze video meer mensen kan laten inzien dat je je voor bepaalde dingen niet hoeft te schamen. Maar ook wil ik mensen laten inzien dat je nooit het verhaal weet achter iemand. Veel van mijn vriendinnen, waar ik nu bijvoorbeeld niet meer mee omga, hebben dit ook nooit geweten. En ik ben boos geweest. Boos dat er niemand was die het aan mij heeft gezien. Ik kon het niet begrijpen, want ik dacht echt, je ziet aan mij dat ik veranderd ben. En toch kreeg ik constant verwijten naar mijn hoofd. Oh, je bent wel saai geworden, je bent wat dit, je bent wat dat, je bent zo anders, je zit alleen maar thuis. En daar ben ik boos om geweest, want ik dacht als vriendin zijnde hoor je te zien dat er wat met mij is. Maar niemand zag het. Achteraf weet ik dat het boosheid misschien een beetje egoïsme was. Want ik was nou eenmaal heel erg goed in het doen alsof het allemaal maar goed met mij ging. Dus hoe kon iemand het aan mij zien? Dat kon niet. En het feit dat zelfs mijn ouders het nooit gezien hebben zegt wel hoe goed ik daar uiteindelijk in ben geworden. En dat vond ik eigenlijk best wel een eye-opener ofzo. Dus dat ik dacht van jeetje, dan is het echt niet raar dat niemand het zag. Maar toch voelde ik me heel erg, of vol, zelfs nu nog... nog steeds in de steek gelaten en vaak alleen. Kort gezegd wil ik gewoon even duidelijk maken dat je nooit weet waar een ander mee te maken heeft. De laatste tijd ben ik bezig met therapie. Ik krijg een soort, ja, ik noem het hypnotherapie omdat ik gewoon anders niet weet hoe het is. Maar ik moet heel erg terug naar het verleden, dus naar de gebeurtenis. Ik wil het heel graag over deze gebeurtenis hebben omdat ik met dit verhaal de meeste mensen te kunnen bereiken en de meeste mensen te helpen. Dit is een van de vele dingen die ik heb meegemaakt wat dus ervoor zorgt dat ik nu ben waar ik ben. Ik zit al ruim anderhalf jaar thuis nu en ik heb nog steeds heel erg veel angsten, nog steeds echt een depressief gevoel. Mede door de hypnotherapie ben ik in gaan zien dat juist dit verhaal heel erg veel gedaan heeft met mij. Ik dacht van niet, omdat deze gebeurtenis zeg maar een beetje in een waas voorbij is gekomen. En daar was ik stiekem wel blij mee, maar op die manier kan je het ook nooit afsluiten voor jezelf. En eigenlijk wil ik daar gewoon deze video voor gebruiken om het toch af te kunnen sluiten voor mij. En je kan denken, goh, wat heftig om dit op YouTube te delen, maar ik heb hier heel erg lang over nagedacht. Ik ga even bij het begin beginnen dan maar. Ik ging op vakantie met een vriendin, ik ga haar naam niet noemen, want ik vind het wel fijn om dat privé te houden. Het was dus 2015, ik denk dat ik toen 22 was, 21 of 22... We gingen naar Amerika, waaronder dus Las Vegas. En ik denk dat iedere ouder het wel eens tegen zijn of haar kind heeft gezegd. Let goed op je drankje, samen uit, samen thuis. En ik was altijd best wel veel van het uitgaan en ik hield me ook echt aan die regels. Mij zou het nooit overkomen dat ik iets in mijn drankje kreeg of dat er iets gebeurde of dat ik niet thuis kwam. En dat is denk ik wat iedereen denkt. Het zou mij niet overkomen, want ik let op. Ik laat mijn drankje niet alleen staan. We gingen uit elke avond, want je bent in Las Vegas, dus dan ga je natuurlijk wel uit. En zo ook de laatste avond. We gingen weer naar dezelfde club, want we stonden daar dan op de gastenlijst. En dan mochten we gratis naar binnen. En we waren met z'n tweetjes. Dat deden we elke avond en het was gewoon heel gezellig. Maar de laatste avond leerden we twee meiden kennen. Die ongeveer van dezelfde leeftijd waren als ons. En we hebben de hele avond met hun gedanst en gepraat. En het was super gezellig. We hebben ook namen uitgewisseld op Facebook. Want we hadden ook met z'n vieren een foto genomen. Meerdere. En eigenlijk is het vanaf daar voor mij wazig. Dat ik dit nu kan vertellen komt door onder andere beveiligingsbeelden die ik heb teruggezien. Omdat ik heel erg veel contact daarna nog heb gehad met het hotel. Dus de club waar het gebeurd is. Het is namelijk een club in het hotel. Dus ik heb best nog wel veel contact gehad met hun. Omdat ze het ook gewoon best wel erg vonden wat er allemaal gebeurd was. Hoe meer ik erover praat, hoe meer er terugkomt. En ergens is dat heel confronterend. Maar aan de andere kant is het ook wel heel goed. Sorry als dit verhaal all over the place is. Maar ik weet gewoon soms niet zo goed waar ik nou moet inhaken en waar ik was. Kort gezegd, ik werd de volgende ochtend wakker. Niet in mijn eigen hotelkamer, maar in die van iemand anders.
Ik herkende wel zeg maar gelijk de kamer. Dus ik wist wel dat we in hetzelfde hotel waren. Maar ik werd wakker naast een man. En het eerste wat ik dacht van wow, dat is vreemd. Want die vriendin met wie ik was, die zou het nooit toelaten dat ik een man de hotelkamer inneem. Dus ik dacht, wat is dit? Op dat punt realiseerde ik me dat zeg maar mijn hoofd heel anders voelde dan mijn lichaam. Het leek bijna of ik bestond uit tweeën. Dus mijn hoofd was één persoon en mijn lichaam was één persoon. Het was een gevoel dat ik nog nooit eerder had gevoeld. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen. Het lijkt ook wel altijd als ik erover praat dat ik het weer voel. Het is heel benauwend. Op dat moment draaide ik me om naar het andere bed om te kijken of die vriendin daar dan lag. En daar zag ik nog twee mannen liggen. Dat was het punt waarop ik dacht, oh shit, ik ben niet waar ik hoor te zijn. Waar ben ik? Wat is dit? En hoe kom ik hier weg? Ik ging heel snel op zoek naar mijn schoenen en naar mijn tasje. Maar al snel kwam ik erachter dat ik dat allemaal niet mee had. Ik had letterlijk mijn jurkje aan van die avond. En that's it. Er waren twee deuren. Eentje naar wat ik dacht de uitgang. De ander de badkamer. Nou, de badkamer had ik al een beetje gezocht naar mijn spullen. Maar die waren er niet. En toen ik dus de deur opende naar de andere kamer, kwam ik in een soort woonkamer iets. Dus het was dus een suite en niet een normale kamer die wij hadden. En daar zaten dus nog vijf mannen. Ik werd aangekeken als een of andere soort circusaap. En ik stond daar en ik kon wel door de grond zakken. Ik voelde me vernederd en vooral heel klein. En niemand zei wat. Het was alleen maar onderling gesmoes en een taal die ik niet begreep. En vooral heel veel lachen. Ik voelde me echt uitgelachen. En ik weet niet, het voelde gewoon echt vernederend. Ik zag nog twee deuren en natuurlijk koos ik voor de verkeerde, want ik ging naar een slaapkamer en daar lagen nog twee mannen te slapen. Toen ik terugliep waren al die mannen me nog steeds aan het bekijken van top tot teen en ik ging weg. En ik trok de deur dicht. Ik ben naar de lift gelopen, naar de kamer. En toen begon het hele proces van achterhalen wat er was. De manager van het hotel is gekomen. Zij heeft mij ook geld gegeven voor een morning after pill. Want als vrouw zijnde voel je vaak wel wanneer je seks hebt gehad. Dus je voelt aan jezelf, aan je lichaam, als je bijvoorbeeld de avond of de ochtend ervoor seks hebt gehad. Tenminste, ik heb dat en ik denk dat veel vrouwen dat ook hebben. En dat gevoel was er sowieso sterk aanwezig. En ergens was ik heel erg blij dat ik dus de details niet wist. Maar ik wist gewoon dat het gebeurd was. Ik moest aangifte doen officieel met de politie. Gewoon opschrijven wat we nog wisten. Die vriendin moest dat ook doen. En ineens schoot me te binnen dat we die meiden hadden ontmoet. En ik weet niet waarom, maar ik had echt een beetje het idee dat ze er wat mee te maken hadden. Omdat dat gewoon het laatste is wat ik nog van mezelf kan herinneren dat we met hun waren. Wij hebben dus die foto doorgegeven en hun Facebook. Wij moesten die dag door naar de volgende bestemming. Dus het was tijd om uit te checken en om het letterlijk op dat moment achter me te laten. Ik heb die vriendin die mee was ook een soort van gesmeekt om het gewoon never nooit aan iemand te vertellen. Want ik schaamde me dood. Ik voelde me vernederd. Ik voelde me vies. Ik dacht, hoe kan dat nou bij mij gebeuren? Is dit mijn schuld? Het zijn allemaal dingen die door je heen gaan. Het zijn allemaal dingen die je jezelf afvraagt. Na de hele vakantie was het natuurlijk tijd om naar huis te gaan. Ook daar besloot ik om nog steeds gewoon helemaal niks te vertellen. En eigenlijk toen pas begon een beetje de narigheid. Ik kreeg heel vaak flashbacks. Dus als ik mijn ogen dicht deed, dan zag ik bepaalde beelden van wat er gebeurd was. En zo werd al vrij snel duidelijk dat het niet één was, maar dat het er sowieso meerdere waren. Ik weet natuurlijk niet of het al die mannen waren die op die kamer sliepen, sowieso meer dan 1 en 2. Iets waar ik dan wel weer heel erg blij mee was, of iets wat mij een beetje gerust heeft gesteld, is de manier waarop ik nu weet waarom ik zeg maar met hun mee ben gegaan. En dat is dus toch door die twee meiden gebeurd. Dat zijn beelden die ik heb gezien, letterlijk. En zo wil ik dus een beetje aangeven dat hoe goed je ook op je drankje let, het kan altijd gebeuren. En beoordeel dus nooit iemand die is gedrogeerd op een feestje of iets. Het kan heel erg snel gebeuren. En ik hoor wel eens om me heen dat mensen het zo stom vinden. Hoe kan je dat laten gebeuren? En ik word daar oprecht boos van. Want het kan heel snel gebeuren. Op een gegeven moment ging ik met een van die meiden ging naar de wc. Zij vroeg, zal ik je drankje vasthouden? En ik met mijn gezonde verstand dacht, nee, die ga ik gewoon mee de wc innemen. Want hoe leuk en goed wij ook praten op dat moment, ik vertrouw niemand. Dus ze had echt zoiets van, nou ja, prima, dan ga ik ook naar de wc.
eigenlijk is dat het laatste wat ik weet. Dus het moment dat we naar de wc gingen en later op camerabeelden heb ik dus gezien dat er een punt was waarop zij mijn haar goed deed. En dat is het moment geweest dat zij dus een pilletje liet vallen in mijn drinken. Dus je moet je eigenlijk voorstellen dat jij mij bent, ze doet je haar goed en ze laat net boven je drinken wat vallen. En het is natuurlijk hartstikke donker daar, hartstikke veel lawaai, dus dat heb je helemaal niet door. Ik was meer verbaasd van wat ga je doen. Dus ik had het helemaal niet door en ik dronk lekker mijn drankje alsof er niks aan de hand was. Ik was toen nog niet terug bij mijn vriendin, want zij wilde nog een drankje halen. Dus ik dacht, nou dan loop ik ook even met jou mee. Maar in plaats van naar de bar ging zij naar de beveiliging om te vertellen van hey, dat meisje heeft drugs gebruikt. Ze ziet er niet zo goed uit, let er even op. En in Las Vegas, zeg maar in die club waar wij waren, ik weet niet hoe het in die andere club zit, is dat gewoon ten strengste verboden. En als iemand dat ziet of doet, dan word je eruit gezet. Dus die beveiliging die keek naar mij en die zag mij inderdaad een beetje staan van goh, wat is er aan de hand? Dus zoals je al kan raden heeft hij me eruit gezet. En ik zei nog, mag ik dat dan even aan iemand vertellen met wie ik ben? Mocht niet, ik werd er eigenlijk echt zonder pardon eruit gezet. Eenmaal buiten stonden daar een paar mannen, jongens, ik weet het niet zo goed, op mij te wachten. En die zeiden dus, oh Rebecca, hey, oh ja, dit en dat. Weet ik dus allemaal niet meer, maar dat is wat ik dus allemaal gehoord en gezien heb. En die beveiliger die vroeg op een gegeven moment van, oh, hoort ze bij jullie? Hun zeiden ja, dus toen kregen ze nog een paar vragen van, hoe heet ze dan, wie is dit en noem het allemaal maar op. En dat wisten ze allemaal te beantwoorden en dat komt dus door die twee meiden van binnen. Ze deden alsof wij heel erg leuk met z'n allen aan het praten waren. Maar ondertussen waren ze dus informatie aan het verzamelen over mij in dit geval. En dat konden ze dus doorsturen naar die mannen buiten. En die mannen konden dan dus weer alle vragen over mij beantwoorden. Zodat die beveiliger op een gegeven moment dacht van prima, let goed op er. Tussen dat moment en het moment dat ik daadwerkelijk in die hotelkamer terecht kwam, is echt volledig blanco. Ik heb nooit meer wat teruggekregen. Maar het schijnt dus zo te zijn dat ik nog naar de hotelkamer ben geweest in bed. En toen ben ik weggegaan op mijn blote voeten in mijn jurkje dus. Dus vandaar dat ik niks mee had. En toen ben ik met andere mensen weer naar buiten gegaan. Maar buiten waren er geen beelden van mij en dat was het. Verder was er niks van mij te zien. Maar mede door het gevoel van mijn eigen lichaam en de flashbacks die ik terugkreeg en de herbelevingen die ik vooral nu op dit moment heel erg veel meemaak, weet ik gewoon dat ik gedrogeerd ben en daarna verkracht ben door meerdere mensen. En misschien vertel ik het nu een beetje droog en een beetje gevoelloos, maar mijn schaamte die is op dit moment verdwenen. Ik ben nu vooral heel boos en daar probeer ik mezelf een beetje kalm te houden, maar ik ben echt heel pissig. En dat merk ik nog steeds als ik dit verhaal aan het vertellen ben. Schaamte heb ik jarenlang gevoeld, echt jarenlang. Tot nu eigenlijk. En nu kan ik dus ook vertellen van, goh, schaam je er niet voor. En ik weet hoe moeilijk het kan zijn om het aan iemand te vertellen. En ik weet hoe rot het is om het uit te spreken van, ik ben verkracht. Maar het is wel gebeurd en een verkrachting is jouw schuld niet. Want je draagt geen shirt met wil je mij verkrachten. Ik ga nu niet zeggen ik snap niet waarom je ervoor schaamt. En heel veel mensen die het niet meegemaakt hebben, die zullen dat wel denken van hoe kan je nou daarvoor schamen. Maar als het gebeurd is, je schaamt je oprecht. Je voelt je vies. Je voelt je echt letterlijk gebruikt. En dat is gewoon een heel naar gevoel. Want je raakt een beetje je menselijkheid kwijt. Je raakt een beetje kwijt dat je ertoe doet. Je raakt kwijt dat jij er mag zijn. Want ik ben misbruikt en misschien heb ik het wel verdiend. Ik vind het heel belangrijk om niet meer boos te zijn op mezelf. Ik was namelijk ook boos dat ik het nooit iemand verteld had. Dat ik dacht, hoe kan je dit alleen hebben gedaan? Hoe kan je nou denken dat je dit alleen aan kan? Want het is zoveel wat ik... Het is zoveel wat ik al die jaren met me mee heb moeten dragen. Oh god, hele video gaat het goed. Wat ik allemaal heb meegemaakt, dat hoor je niet alleen te verwerken. En je hebt mensen om je heen nodig. Zorg gewoon dat je het in ieder geval iemand kan vertellen. En zit je ook ergens mee, praat erover. En ik hoop op deze manier ook gewoon een beetje het taboe te doorbreken. Voor de mensen die zich schamen na een verkrachting, want dat hoeft niet. Ik begrijp het, maar het hoeft niet. Ik vond het gewoon heel fijn om mijn verhaal te delen. Dat het voor niemand meer een verrassing is. Dat iedereen nu een beetje beseft dat het niet gek is waarom ik al 1,5 jaar thuis zit. Waarom ik zoveel veranderd ben in mijn leven.
als hoeveel mensen claimen dat ik veranderd ben. Want ik vind het niet negatief hoe ik veranderd ben. En daar kunnen sommige mensen misschien anders over denken. Maar ik vind het op deze manier prima gaan. Ik hoop nog veel meer vorderingen te maken. En ja, misschien raak ik nog meer mensen hierdoor kwijt. Maar ik steek veel liever de energie in de mensen die ik op dit moment om me heen heb. Die er al deze tijd voor mij geweest zijn. En mocht je nog vragen hebben, of wil je mij privé een berichtje sturen via de mail of via Instagram. Ik probeer op alles te antwoorden, maar ik lees alles. Dus misschien vind je dat een fijn idee. Misschien hoef je niet eens antwoord van mij, maar wil je gewoon even je verhaal kwijt. Het mag altijd. Voorheen dacht ik ook, ja doei, het zal wel. Het lucht helemaal niet op. Ik kan het zelf, maar je kan het niet zelf. Je hebt mensen nodig, hoe sterk je ook bent. Soms is het gewoon even tijd om niet meer sterk te zijn. Om je tranen te laten gaan en om dan gewoon maar te denken, fuck it. Iedereen mag het nu van mij weten. En ik denk dat juist dat je ook een sterk persoon maakt als je het durft te vertellen. En onthoud, je bent geen aansteller, je bent mooi en je mag er wezen. Mwah!